Gaat hij weer El Jocho. Hij is warm nu. Wat een goal. Kijk, en dan gaat hij weer. Yes mensen, en welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ja, we gaan er ook een keer aan beginnen. FIFA 20 Volta, hoe is dat? Hoe is dat om te spelen? Ik heb geen idee, ik heb nog niks eigenlijk daarvan gezien op YouTube van andere YouTubers. Ik dacht, het is heel leuk, denk ik, om een FIFA 20 Volta serie te starten. Hoe het werkt, hoe het speelt. Ik heb natuurlijk wel een paar keer gespeeld in de beta, en de demo, noem het maar op. Maar hoe het nou precies werkt in FIFA 20, ik heb echt geen idee. Daarom dacht ik dat het leuk is om vanaf begin gelijk het met jullie op te pakken en alles wat ik doe eigenlijk in FIFA 20 Volta, om dat met jullie te delen. Vergeet even niet deze video ook te liken en te abonneren op mijn kanaal. We hebben bijna 60.000 abonnees. Goed, laten we beginnen. We zitten in het FIFA 20 hoofdmenu. Ik ga klikken op Volta. Ik heb geen idee wat er gaat komen. Ik heb echt geen idee. We gaan het gewoon zien. Kies een speler die jou het beste stel laat zien. Je kunt het later uitgebreid aanpassen. Nou, we gaan voor deze jongen. Staat lekker in het midden. Mooi shirtje. Ja, we doen, ik zie dat je daarna een bijnaam doet. Dus doe gewoon Paski. Dit wordt gewoon, dit ben ik gewoon. Ja, zullen we het gewoon doen? Paski. Rokus. Klaar. Bekend als. Daar komt hij. El Jocho. Gaat dat passen? Ik denk het toch wel. Ja. Nationaliteit Nederlands. Kijk, we kunnen hem ook draaien. Kijk. Verder. Oh, kut. Had ik nog meer kunnen aanpassen daar dan? Of? Ik heb geen idee. Oké, waar zijn we? Verhaal beginnen. Volta competitie. Volta Tour. Uitleg. Geen idee waar we nu moeten klikken. Laten we gewoon verhaal beginnen. Maar ik had mijn popje natuurlijk moeten aanpassen. Kunnen we dat nog terug doen? Of? We gaan even afsluiten. Even Volta afsluiten. Even opnieuw opstarten. Kijken wat er gebeurt. Nou, dan komen we letterlijk in hetzelfde menu. Oké. Verhaal beginnen. Volta competitie. Nou, welkom in het competitieve onderdeel van Volta Voetbal. Speel tegen andere spelers en selectie om steeds hoger te komen en divisie 1 te bereiken. Kies voor je eerste wedstrijd en teamnaam en logo. Oké. Dat is denk ik dus online. Het is een beetje vaag hoe het er allemaal uitziet. Ik heb geen idee wat er nou precies gebeurt. Oké, nou, we krijgen een uitleg van een crimineel. Nou, bedankt. Volta Tour. Leer de Volta-wereld kennen, maak voortgang in Volta-verhaal en volg je algemeen door een nieuwe locatie te ontvangen. Elke locatie is een nieuw veld met de andere wedstrijd. Kun je dan ontvangen om het online te doen. Oké, verhaal beginnen. Ja, laten we gewoon maar hier beginnen. Ik heb ook echt geen idee wat we nou precies moeten doen. Laten we het gewoon hier beginnen. Maar alleen dus dat ik mijn poppetje niet heb aangepast verder, want ja, hij lijkt niet echt op mij. EA Sports presenteert. Oh. Dat ben ik. Die niet op mij lijkt. Kijk, hij lijkt wel op mij, jongens. Hij is nu al moe. Nou ja, oké, grap. Peter Panna heet die gast. What the fuck? Peter Panna. Zo, gelijk kopstoot uitdelen. Oké, jongens. Volgens mij gaan we eindelijk beginnen. Kijk. Het verhaal. Dat was een goed verhaal. Oh. Nou, we gaan beginnen. Hoe werkt het? Oh, volgens mij was het gelijk een panna, of niet? Ik heb geen idee hoe goed die trucjes zijn. Het staat in ieder geval 1-1. Kijk, keepertje. Mooie redding. Het zijn grote goals dit, oké? Daar is die. El Jocho aan de bal. Hij gelijk balverlies. What the fuck? Hij kan helemaal niks. Hij deed fake shot, maar ja, dat kan hij niet eens. Goed, we zijn nu een minuut bezig. En, al 2 minuten bijna. En ik heb amper de bal voor mijn gevoel gehad. Het is een beetje, een beetje onduidelijk op wie ben je nou in het team zit. Maar hier! Bijna de 2-1. Want we staan dus 1-1. Irritant, die computer die schiet niet op goal ofzo. Die is alleen maar aan het balbezitten. En daardoor ja, hebben zij de hele tijd balbezit. Hier gaat hij. Oh, de redding. Ja, hij zit. En het is 2-1 voor El Jocho's team. Kijk. Kan je nog een celebration doen? Nee, dat niet. Oh jawel, kijk. Ze is blij. Mooi goal zeg. Kijk, goede redding, maar slecht verdedigd door de verdedigers aan hun kant. Dat popje van mij kan helemaal niks. En het is afgelopen. Het team van El Jocho wint. Kijk, hij schudt de hand. En we gaan door naar het hoofdmenu.
kom erbij, zegt hij. Goede sessie, maar is nog veel te doen, zeker. Dat poppetje van mij, dat is logisch natuurlijk, die kan heel weinig. Oké, fulltime skills, we krijgen nu een uitleg. Doe mee in de nieuwe kwetsbaarheden. Oké. Nou, even leuk, misschien zo'n training. Fulltime training doen. Oké, dan gaat hij. El Yoko aan de bal. Oh, kijk, het gaat al mis. Kijk, oh, je kan ook timen hier, oké. What the fuck? Oké, dat heb je ook al na een seconde gezien. Oké, we gaan even kijken of we mijn poppetje kunnen aanpassen. Dus aangezien ik, in mijn ogen iets te vroeg heb doorgeklikt. Oké, dit was eigenlijk het menu dus waar we begonnen. Oké, ik had dus blijkbaar op R1 moeten drukken in het begin, maar goed. We gaan hem wel namaken zoals ik echt ben, hè. Oké, ik ben... Ja, dit is de lengte. Oké, het gewicht. Ja, dan gaan we grapjes maken. Maar ja, zoveel weeg ik ook niet. Dat valt wel mee. Ik ben, hoe lang? 1,88. Oké. En hoeveel weeg ik? In het echt weeg ik 88 kilo. Nou, ik ben wel iets langer trouwens. Oh, je kan maar tot 1,88. Oké. Nou, dan doen we gewoon 1,88 en 88 kilo. Dat is wel een mooi aantal. Dan gaan we naar gameplay, favoriete positie. Aanvaller. In het echt ben ik eigenlijk een allround speler. Middenvelder. Maar we kunnen dan middenvelder doen. Dat is misschien wel leuk. Favoriet been rechts, links, rechts. Dat is rechts. Gaan we naar het hoofd. Ja, dat is lastig. Hoe gaan we dat bewerken? Nou, ik ben sowieso natuurlijk blank. Dit is zo lastig. Ja, hoe ziet mijn gezicht eruit? Ik denk dat we eerst even zelf wat blanker moeten maken. Ik ben niet heel blank, maar... Doen we even dit. Gezicht. Ik heb er geen één. Dus ik denk van ja, zal erop lijken. Oké. Ja, dit is allemaal prima. Wat is dit? Hè? Vies snoortje van mij hier. Hè? Ogen. Die zijn blauw. Oh nee, dit is of ik een Chinees lijk of wat nou. Mond zal ook wel kaaklijnen en wangen. Ik heb best wel een bolle kop. Doen we zo. Haar, kijk, dat is het belangrijkste. Haar. Menu, haar. Ja, deze. Deze heb ik het meest. Kijk maar, een beetje zo. Kijk, we lijken al. We beginnen al redelijk op elkaar te lijken. Nee? Nou, we doen wel dit als kleur. Lijkt nog het meest op. Oké. Dan gaan we naar gezichtshaar. Kijk, ik heb al een licht baardje. Kijk. El Yoko lijkt er steeds meer op. Kijk, we hebben nu info gehad. Fysiek, hoofd. We gaan naar de outfits. Over buiten. Oké. Een zwarte hoodie hebben ze niet. Oké, dat is jammer. Onder. Zwarte, dat is wel mooi. Of grijs. Ah, ja, maar grijs, dat is wel vet. Oké. Ik heb eigenlijk wel een pet op. Maar haar en accessoires. Groene. Oh, witte schoentjes sowieso. Oké. Tatoeages, linkerarm. Oeh, nou, die doen we wel een andere keer. Nou, dat is mijn hoofd. Ja, je ziet het toch niet. Ik heb toch alles langer. Oké, wat kan je helemaal instellen, man? Vreugdedans. Rennende vreugde dan. Oké, doen we lekker de worm. Kijk, die is mooi. Hoppa. Oké, nu hebben we volgens mij alles gedaan. Oké, nu staan we dus helemaal compleet. We kunnen eens kijken wat die Volta Tour is. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat nou het leukste is. Doorgaan met faal, Volta Competitie, Volta Tour. Weten jullie dat? Laat even weten wat ik moet gaan doen. Ik heb echt geen idee. Ik wil ergens die 3-3 zonder keeper spelen. Vond ik echt een hele leuke modus. Hier, deze. Reis naar bestemming. Oké, dat gaan we doen. 3-3 zonder keeper. Doe gewoon lekker mee naar het toernooi. Ik heb geen idee. Niveau. Professioneel. Zullen we dat maar doen. Kan je dit nou ook online doen? Oké, dus 3-3 toernooi zonder keeper. Ik heb geen idee wat we hieruit kunnen behalen. Maar we gaan het maar eens doen. Ik weet ook niet of professioneel een goed niveau is. Ik heb mijn poppetje echt te lang gemaakt. Dat zie ik nu al. Maar goed, dat ben ik. Zo ben ik. Oh! Lekker weak footje. Staat gewoon nog 0-0, want... Oh, shit. Maar het is echt moeilijk om te scoren. Ik denk dat dit wel het goede niveau is, want tegenstander en ik krijgen allebei kansen. Alleen dat poppetje van mij, ja, je maakt een schaar en ja... voor de rest kan hij heel weinig. Ik ben ook echt ziek lang. Ik ben net een soort reus. Kopduel wint hij natuurlijk en nu ook. Nee! Op de lat, what the fuck. Oké. Best grappig nog dit. Ik vind dit echt leuk. Zonder keeper. 3-3 modus. Kom maar. Heel te heel kan je dat. Fake shot. Ja, dat kan hij wel. Voorzet dan. Op Nakatata. Heb ik nou mijnzelfde poppetje?
Oh, hoe mis je die? Speelt nou mijn teamgenoot ook bij de... Ja, dat zie ik nu pas. Daarom dacht ik al van, what the fuck? Ons teamspeler, die speelt ook bij de tegenstander. Dus dat is een beetje apart. Voetrolletje, ja. Oh, kut. Dit is natuurlijk manual schieten of zo. Precies zoals je mikt, moet je schieten. Is dat zo? Ja, zie je? Hulp bij schieten is handmatig. Dus je moet alles zelf erin janken. Dat wist ik dus niet. Keeper. Goed, countertje. Kom maar. Met El Yogo. Hij schiet. Ah! En het is 1-0. Assist van El Yogo. Kijk. En we vieren het. Ik vind het wel raar dat ons popje dus twee keer in het veld zit. El Yogo, waar ben je? Hoppa, daar! Oh, weer op de paal. Het is ongelooflijk. En de tegenstander schiet ook op de paal. En, oh, schitterende actie van Kumar. Kijk, die El Yogo is zo fysiek. Het is net een reus. Kijk. Voorzetje op El Yogo. En hij schiet hem er prachtig in. Wat een goal. Kijk, en hij doet de worm. Precies zoals het ingesteld. En hij zwaait naar het publiek. Schitterende goal van El Yogo met zijn verkeerde been. Gaat hij weer, El Yogo. Hij is warm nu. Wat een goal. Kijk, en dan gaat hij weer. Maar dus doordat ik zo slecht schoot, kaatste ik hem gewoon via de muur erin. Ja, mooi kan niet. En we zijn warm, jongens. We zijn warm. Daar gaat hij weer. Maar nu veert hij het ingetogen. Kijk. Hij weet nu hoe het moet. Hij passeert het hele team. Geeft hij nog voor. Oh. Dat is een mooie actie. Ik moet echt even wennen aan dat handmatig schieten. Maar ja, bizar. Eerste helft 0-0. Niks aan de hand. En nu tweede helft. Ja, lopen we er overheen. Oké, jongens. Nog 3 seconden en dan is het voorbij. En dan kan hij nog scoren. Oh, 7-2 gewonnen. Rust dus 0-0. En de tweede helft dus 9 goals. Heel apart. Mensen, dit was mijn eerste Volta video. Laat even weten wat ik dus met Volta moet gaan doen. Als iemand mij even kan uitleggen hoe het precies werkt. Dus wat het inhoudt. Kan ik uiteindelijk dus ook spelers straks gaan kopen. Wat kan ik het beste gaan spelen? Is dat verhaal, de tour of wat dan ook? Laat mij heel even weten wat ik het beste kan gaan doen in Volta. Ik vond het best wel leuk dat je een eigen popje hebt. Dat je die kan ontwikkelen. En dat je waarschijnlijk straks een heel ziek team hebt. En laat ook even weten of je het online kan spelen. Ja, ik ben misschien echt een leek hierin. Maar goed, ik heb dat echt nog nooit in verdiept. Ik speel natuurlijk voornamelijk straks Weekend League, Rivals, Ultimate Team. Maar ik vind het wel leuk om een serietje te starten met mijn Volta team. Dus laat even weten wat je daarvan vindt. Geef mij even die tips die ik nodig heb, wat ik moet gaan doen. En dan laat ook even weten zeker of je een Volta deel 2 wilt zien. Like deze video nog even. Abonneer op mijn kanaal en dan zien we jullie snel weer. Ciao, ciao mensen. Bye, bye.